als je een schilderij of een tekening maakt, dan wil je misschien wel dat mensen die het zien iets daarbij voelen. In deze video ga ik het hebben over hoe je dat het beste kunt bereiken. Hoi, ik ben Robin Roosendaal en op dit kanaal praat ik over schilderen, tekenen, schrijven, fantasy en alles wat mij interesseert. Vind je dat ook interessant? Word dan ook even lid van mijn kanaal. Druk op de grote abonneerknop hier onder de video. En volg me ook op Facebook en Instagram. Dat vind ik heel gezellig. In deze video wil ik het hebben over schilderen met gevoel. En dat doe ik eigenlijk omdat ik daar de laatste tijd wat meer mee bezig ben geweest. Ik heb namelijk de laatste jaren eigenlijk wel wat cursussen gevolgd over schilderen. En gewoon een beetje het vak geleerd. Hoe werk je met verf en zo. En daarbij heb ik heel veel naar waarneming geschilderd. Dus kijk, bijvoorbeeld deze landschappen heb ik geschilderd als onderdeel van een cursus die ik dan heb gevolgd. En dat is eigenlijk altijd heel erg naar waarneming. Dus daar zit eigenlijk weinig gevoel in. Ik schilder gewoon wat ik zie. En dus het gevoel wat er in die dag ligt, dat krijg je een beetje mee. Of mijn gevoel van die dag. Dus dat het bijvoorbeeld een zonnige dag is, dat zie je er dan af. Maar verder niet. En eigenlijk kun je met landschappen daar veel verder in gaan. Je kunt heel veel gevoel in een landschap leggen. Zoek bijvoorbeeld maar eens naar de schilderijen van Caspar David Friedrich, een Duitse schilder die heel veel gevoel in zijn schilderijen legde. En hij was een schilder in de romantiek en de romantiek is ook een stroming die heel erg ging om het gevoel. Dus zul je veel zonsondergangen en zo zien. Maar dat is dus leuk om naar te kijken, omdat je daar heel goed de emotie zeg maar in een schilderij ziet. En dat is iets wat je kan gebruiken tijdens het schilderen, om je schilderijen meer kracht te geven. En ik wil in deze video 4 elementen benoemen die je daarbij kan gebruiken om je schilderij dus meer gevoel mee te geven. De eerste daarvan is kleurgebruik. Je kunt natuurlijk heel veel of heel weinig kleur gebruiken. En de keuze daarvoor maakt nogal verschil. Dus het is ook interessant dat al deze dingen eigenlijk die ik ga noemen zijn niet echt afhankelijk van hoe goed je kan schilderen. Het zijn gewoon keuzes die je maakt in de manier waarop je het gaat aanpakken. En kleuren zijn dus een van de dingen die je kunt gebruiken, of juist niet, om je schilderij meer gevoel mee te geven. Ik ben zelf een heel vrolijk en optimistisch persoon. En hou dus heel erg van kleuren. Nou ja, je ziet het wel aan de kleren die ik meestal aan heb. Dus dat zie je ook terug in mijn schilderijen. Die zijn vaak heel kleurrijk. Ik zal hier nog wat voorbeelden bij laten zien. En je ziet dat dit gewoon heel zonnig is, heel kleurrijk. Wat je het gevoel geeft van een zonnige zomerdag. Je kunt natuurlijk ook er juist voor kiezen om helemaal geen kleur te gebruiken. Als je zwart-wit werkt, dan geeft dat een heel ander gevoel. Kijk bijvoorbeeld, dit is een potloodtekening die ik een tijdje terug heb gemaakt. En alleen al omdat het geen kleur heeft, geeft het je een heel ander gevoel. Nu zit hem dat natuurlijk ook nog een beetje in wat er wordt afgebeeld en op wat voor manier. Maar ook de zwart-witheid speelt daar zeker een grote rol in. Ik heb ook laatst een keer een soort testje gedaan. Ik heb deze 4 schilderijtjes gemaakt om gewoon eventjes te oefenen met kleur en wat voor soort verschil dat heeft. En daarin zie je dat eigenlijk zijn het alle 4 soortgelijke afbeelding, maar dan met andere kleurgebruik. En je ziet toch dat dat verschil maakt. En dat is grappig, als ik praat over dit soort dingen, dan merk ik dat het soms moeilijk is om uit te drukken van ja, maar wat is dat verschil dan? Of zo. Maar dat is gevoel. Een gevoel kun je niet altijd heel letterlijk uitdrukken in woorden. Maar het is, ja, iets wordt somberder of vrolijker bijvoorbeeld. Maar goed, dat is ook wel weer heel hard gezegd. Het kan ook, ja, het geeft je gewoon een ander gevoel als je andere kleuren gebruikt. Blauw geeft iets meer misschien avondgevoel of misschien somber, maar het kan ook heel mysterieus zijn. Het hangt er maar net vanaf ook weer hoe je het gebruikt. Want daarbij komen we eigenlijk bij het tweede element wat je kan gebruiken. En dat is licht-donker en contrast. Dan kan ik weer bijvoorbeeld nog een keer deze laten zien, die natuurlijk zwart-wit was ten eerste. Maar ten tweede is hij ook nog eigenlijk best wel licht. Als hij veel donkerder is, waardoor je het gevoel krijgt dat het misschien nog meer nacht is. Want eigenlijk zit hier al een beetje een soort van maan in, dus het is misschien wel nacht. Maar toch is het vrij licht nog, wat hem wel misschien mysterieus maakt, maar niet heel spannend. Nou ja, het is maar net hoe je hem interpreteert ook natuurlijk. Dit schilderij heb ik gemaakt met echt de intentie van ik wil nou toch eens een donker schilderij maken. Ik zei net al, ik ben iemand die heel vrolijk en optimistisch is. Dus mijn schilderijen worden vaak heel licht en kleurrijk. Maar ik wilde nou eens een keer iets schilderen wat echt donker was. Dus ik heb echt vanaf het begin zeg maar dit schilderij helemaal zwart gemaakt en lekker veel zwart gebruiken. Een vriendin van me merkte nog wel op, nou, het is wel donker, maar het is niet heel duister. Het is nog steeds een soort van gezellig tafereel. Misschien een beetje mysterieus, maar wel mooi en niet eng of zo. Dus dat is natuurlijk ook, als je denkt, je wil iets heel spannends schilderen of iets engs, dan is donker een manier vaak om dat te bereiken. Maar dus niet alleen donker, want er zit natuurlijk ook nog iets in de afbeelding die je maakt. Hoe eng is dat? Staat er een creepy man op die
iets engs gaat doen. Of kijk hier, mijn afbeelding met die donkere kat. Die is gezellig, omdat er gewoon een persoon bij staat met een lampje die die vasthoudt. En je krijgt daardoor geen dreigend gevoel. Als ik dat persoon had laten wegrennen, bijvoorbeeld, terwijl het lampje een stuk op de grond lag, dan was hij misschien al veel enger geweest. Ik zeg maar wat. Dit is ook een tekening die best wat donker is. En ja, dat geeft toch een soort grimmigheid misschien aan de tekening. Deze voelt ook nog wel donkerder, vind ik, dan die met die kat eigenlijk. En misschien ook wel omdat die mensen zijn ingesloten door de bomen aan alle kanten. Ja, dus dat geeft hem wel iets spannends. Dus ja, het gebruik van donker en licht, dat maakt wel echt heel veel verschil. Laten we ook nog eventjes terugkijken naar deze die ik net al liet zien. Deze was ik begonnen te maken van ik wil iets donker schilderen. Is me niet gelukt, zoals je ziet. Maar die bomen zijn nog wel vrij donker, maar de achtergrond is eigenlijk heel licht en geeft een soort zonsopgang weer. En dus het hele schilderij geeft toch een impressie van heel licht te zijn. En ja, dat geeft dus wel een soort mooie, hoopvol gevoel erbij. Zoiets. Nou ja, het is maar net hoe je het inderdaad zelf invult. Want dat is natuurlijk ook nog wel iets. Iedereen heeft weer zijn eigen associatie bij verschillende dingen die je gebruikt in je schilderij. Maar toch is het over het algemeen zo dat kleuren van een zonsopgang of een zonsondergang geven misschien een gevoel van hoop of vrijheid. En nacht kan al snel een gevoel geven van misschien duisternis. Maar ook, het kan ook nog mooi zijn, vredig, of het kan heel spannend zijn. Het gaat er ook een beetje om wat mensen gezien hebben hiervoor. En welke soort beelden ze al hebben ervaren. Als ze de nachtbeelden die ze hebben gezien altijd heel duister en creepy waren, dan zullen ze een nacht eerder associëren met duister en creepy. Dus dat weet je nooit precies hoe iemand iets gaat ervaren, maar misschien wel ongeveer. Dan heb je nog compositie. En compositie is eigenlijk ook al zoiets vaags om over te praten, maar dat is gewoon omdat dit onderwerp natuurlijk een beetje vaag is. En compositie, dat is dus, ja, hoe breng je iets in beeld? En waar laat je ruimte open in de schilderij? En hoe kijk je naar het plaatje? En al die keuzes, die geven een extra gevoel mee aan de kijker. En dat is iets wat je ook gewoon moet leren door veel te kijken naar andere beelden en te zien van wat heeft dit voor effect op mij en wat voel ik hierbij. En dan kijken van waar ligt hem dat dan aan? Ligt dat dan aan de compositie of aan de kleur of aan allemaal? Weet je, het beste is natuurlijk als je al die elementen kunt laten samenwerken om het gevoel wat jij wil uitdragen met een schilderij zo sterk mogelijk te maken. Ik heb bijvoorbeeld deze een tijdje teruggemaakt en deze geeft een beetje een gevoel van misschien treurigheid en hoop. Of zo. En dat komt eigenlijk denk ik door de lege ruimte en door één persoon die daar staat in zijn eentje. En die kijkt naar de lege ruimte die rechts is. Want rechts heb ik eigenlijk heel veel ruimte gelaten waar niks gebeurt. En die leegte, dat kan heel veel betekenen ook soms. Dit is een andere die ik een tijdje terug heb gemaakt. En daarbij is eigenlijk het formaat van dat het zo breed is, dat speelt een rol. In dat het daardoor wijds voelt. En het geeft je een gevoel van lucht en vrijheid en rust. En dat zit hem denk ik in de breedte en het feit dat je een beetje diepte erachter ziet. Dus dat is ook wel de keuze die ik heb gemaakt in de compositie. En dan is dit nog een potloodtekening die ik een tijdje terug heb gemaakt. En hier, ja, het is natuurlijk een vierkantje en alle bomen zijn een soort van om die twee figuren heen die je ziet in het midden. Wat misschien een soort van gevoel geeft van dat ze een soort van gevangen zitten daarin. Dus die bomen zijn daardoor misschien, geven ze een beetje een sfeer van, nou ja, er is misschien spanning of je weet niet helemaal wat er in dat bos gaat gebeuren. Tegelijk is het heel erg bijna symmetrisch, is dat die mensen en het uitzicht wat je ziet is in het midden van het plaatje. Wat dan wel weer een soort van rust geeft eigenlijk aan de compositie. En dit is grappig, want dit realiseer ik me nu pas, nu ik er zo op deze manier naar kijk. Soms teken je ook gewoon iets zonder dat je daar heel erg bij stilstaat. Maar daarom kan het wel leuk zijn om eigenlijk van tevoren een soort van schetsjes te maken van de compositie. Van welke werkt nou het sterkst? Als ik hier echt de spanning had willen aanzetten, was het misschien wel leuker geweest als ik dat uitzicht niet in het midden had gedaan, maar rechtsonder of rechtsboven of weet ik veel, ergens anders, waardoor de hele compositie een beetje uit balans is. Waardoor het nog spannender wordt, bijvoorbeeld. Had ik er misschien sterker mee kunnen maken. Dan wil ik het ook nog even hebben over dat je ook bij compositie kunt kiezen om op iemands ooghoogte te zitten. Of lager of hoger. En bij personen maakt dit heel veel verschil. Want zodra je zeg maar van beneden iemand bekijkt, dan wordt iemand heel groot en misschien wel machtig en of arrogant. Als je iemand van boven bekijkt, dan kan dat een soort gevoel geven van schattigheid. Of maar ook klein en misschien wel minderwaardig. Dus dat is iets wat je heel goed over moet nadenken wanneer je dat gebruikt en hoe je dat gebruikt. Omdat het nogal veel kan doen. Maar ook in landschappen kun je daar veel mee doen. Kijk bijvoorbeeld naar dit is een foto dan, die ik gemaakt heb een tijdje terug.
En het feit dat ik zo van onder naar die boom kijk. Nou ja, ik had ook niet veel andere keus, want ik had geen drone of ladder bij me. Maar toch geeft het ook een gevoel van wow, wat groot, wat imposant. En dat is een gevoel wat je toch krijgt door het feit dat die compositie zo is. Dat ik er zo van beneden naar boven naar kijk. En je kan je voorstellen dat dat ook andersom, als je van boven naar beneden kijkt heel sterk, dat dat ook een groot effect geeft. Dus dat zijn dingen die je kunt uitproberen. En ik merk zelf dat vaak voordat ik ga tekenen, dan maak ik een paar schetsjes. Kijk, hier zie je bijvoorbeeld een paar schetsjes die ik heb gemaakt voor dat schilderij met die bomen waar iemand liep. En je ziet dat de schetsjes eigenlijk een soort van gevoel hebben van meer duisterheid dan ik uiteindelijk heb bereikt in het schilderij. Maar je ziet hier dat ik verschillende soorten compositie heb uitgeprobeerd. En ik vond dus die langwerpige toch het sterkste werken eigenlijk. En het is heel leuk om dat uit te proberen, omdat je daardoor een betere keuze eigenlijk kan maken over de compositie. Dan als laatste wil ik het hebben over expressie. Want expressie is ook iets wat je heel erg kunt gebruiken hiervoor. En dan heb je het eigenlijk over dus het expressionisme of het impressionisme, allebei misschien. Aan het begin van de video had ik het nog even over dat ik schilderde naar waarneming heel veel in cursussen die ik heb gedaan. En daarin leer je dus ook eigenlijk om dingen zo realistisch mogelijk weer te geven. En nu kun je daar natuurlijk heel ver in gaan dat je een soort fotorealisme gaat nastreven, dat het bijna foto lijkt. Heb ik daar zelf nooit enorm van gehouden. En dat is ook wel weer omdat het voor mijn gevoel niks toevoegt aan emotie of gevoel. Ik denk dat expressie in de manier waarop je dus je penseel hanteert, dat kan heel veel gevoel toevoegen. Ik zal ondertussen hier wat plaatjes laten zien waarin ik zelf wat expressie heb gebruikt. Dat je bijvoorbeeld lijngebruik heel sterk ziet. Dus dat waardoor het bijna niet abstract wordt, maar wel abstracter dan dat het heel realistisch is. En ik heb wel eens een beetje à la Van Gogh stipjes en streepjes gezet. Op het moment dat je dit soort stijlen gaat uitproberen, dan zie je dus dat dat veel verschil maakt in wat voor soort werk het gaat worden. En dat het je een ander gevoel geeft. Ergens kan het soms afstandelijker werken als het heel gestileerd wordt. Wat ook niet erg is, want dat is precies misschien het gevoel wat je wil bereiken. Maar goed, dat is dus een keuze die je moet maken. En eigenlijk voordat je begint met schilderen of tekenen, moet je daar een keuze maken van wat voor manier ga ik vandaag gebruiken. En dat is natuurlijk een beetje ook afhankelijk van je medium. Of je werkt met penselen en verf. Of dat je potloden gebruikt waarmee je heel veel mooie details kan maken. Of dat je bijvoorbeeld werkt met pen en inkt. Waar je meer afhankelijk bent van het werken met bijvoorbeeld arceringen. En arceringen, dat is echt expressie. Daarin zie je het lijngebruik van de tekenaar. En toch ook wel weer als je dat goed gebruikt. Ja, dan valt dat ook weer weg misschien. Nou ja, in elk geval, dat zijn allemaal hele verschillende manieren waarop je kunt tekenen. En je keuze daarvoor heeft gewoon ook weer veel invloed op het gevoel wat je tekening zal uitdragen. En het is een beetje stom, want ook hierin kan ik dus niet zeggen van, oh ja, als je lijn gebruikt, dan krijg je zo'n soort gevoel. Ja, zo werkt het niet. Het is niet zo precies, want gevoel is ook niet precies. Dus wat ik zelf merk hierbij is dat ik op dit moment heel veel soorten stijlen uitprobeer om te merken, wat doet het nou eigenlijk? Wat voor gevoel geeft dit plaatje me op deze manier? En als ik het dan met een andere stijl probeer, wat geeft het me dan voor gevoel? Ja, en door dat soort dingen uit te proberen, krijg je daar gewoon een steeds beter idee van wat werkt en wat niet. En kun je dus je schilderijen steeds expressiever maken en steeds meer gevoel meegeven. Nou, tot zover mijn idee over welke elementen je kan gebruiken om je schilderij meer gevoel mee te geven. Ik zou je ook zeker aanraden, ga nog eventjes wat schilderijen uit de romantiek bekijken, want dat was echt een tijd dat ze echt veel emotie in hun schilderijen legden. En dat zit hem in al die elementen. In licht, donker, contrast, gebruik van kleur en expressie. Expressie minder in de romantiek, want in de romantiek waren ze nog heel erg realistisch aan het schilderen. Dat zit dan weer misschien meer in het impressionisme. Dus kijk daar ook zeker naar. Want sowieso kun je heel veel leren van kijken naar dat soort kunstwerken. Ik ben benieuwd, heb jij nog iets toe te voegen aan mijn lijstje? Zijn er nog andere elementen die ook iets toevoegen aan het gevoel wat een schilderij je geeft? En welke zijn dat dan? Laat vooral je reactie achter in de comments onder de video. Want daar ben ik altijd heel benieuwd naar. En dankjewel voor het kijken weer. En tot de volgende keer.